Nou, welkom op het EHPS-congres in Padova. Dus deze presentatie gaat over hoe je repliceerbaarheid bereikt in empirisch onderzoek. En dat leg ik uit op twee manieren. Enerzijds door te kijken naar hoe je effect sizes goed schat. En anderzijds door te kijken naar hoe je zorgt dat als je een experiment doet, die groepen equivalent zijn. En beide redeneringen zijn gebaseerd op de steekproevenverdelingen van effect sizes. En de slides staan hier. Nou, zoals jullie vast is opgevallen, hebben we een soort probleem in de wetenschap. En dat probleem is misschien niet noodzakelijk uniek bij psychologie, maar wel groot bij psychologie. En dat valt ook op aan zowel wetenschappers als het algemene publiek. En dat is dat als wij eens een keer gaan repliceren, dat dat er gewoon vaak niet uitkomt. Dat heel vaak er hele andere uitkomsten uitkomen, dat verbanden helemaal niet blijken te bestaan. Dat probleem bestaat ook uit twee onderdelen. Enerzijds dat er niet wordt gerepliceerd, maar ook dat heel veel van de resultaten die in onze tekstboeken staan en waar we op vertrouwen, dat die gewoon dus niet kloppen. Nou, dat heeft best wel veel media-aandacht gehad. En het vertrouwen van het publiek, ik weet niet of dat al is onderzocht, maar het is niet helemaal implausibel dat dat gewoon gaat dalen hierdoor. En dat is onze schuld als wetenschappers, want we hebben daar een paar fouten gemaakt. Dus dat zijn we nu aan het fixen en dat is één onderdeel van de open science beweging. Replicatie bestaat eruit dat als je een studie doet, dan heb je een steekproef. Uit die steekproef verzamel je data. Die data die analyseer je en dat interpreteer je, dat schrijf je op. En dan vervolgens heb je een conclusie. En dat kan natuurlijk vaker gebeuren. En als de resultaten repliceren, dan zijn die conclusies hetzelfde. Dat is het idee van replicatie. En als je een studie doet, dan wil je dus dat die repliceerbaar is. Je wil dat de conclusies die jij trekt in jouw eerste studie, dat die ook ergens op staan. En dit zijn, ik ga nu twee manieren uitleggen om de kans te vergroten naar een wenselijkheid van jou, wat je wil, zeg maar. Dus die kun je zo groot maken als je wil. En die manieren zijn gebaseerd op dat je je steekproefomvang plant voor accurate schatting van effect sizes. En dat je plant voor randomisatie die in de meeste gevallen goed verloopt. En we beginnen bij het begin, bij het plannen voor accurate schatting. Als je fundamenteel wetenschappelijk onderzoek doet, dan hoeft dat vaak niet. Want de meeste theorieën die wij hebben in de psychologie zijn niet zo goed. Die zeggen namelijk alleen maar, deze variabele beïnvloedt die variabele en die variabele beïnvloedt die variabele. Dat is heel anders dan theorieën in andere, wat hardere velden, waar wordt gesteld hoe sterk die verbanden dan vervolgens ook zijn. Maar in veel gezondheidspsychologisch onderzoek en toegepast onderzoek breder, wil je die effect size uiteindelijk toch hebben. Daar kom ik zo nog op terug. Sommige van onze theorieën die hebben niet dit model, die zijn wat specifieker. Dus een van de klassieke attitude theorieën, waar echt al decennia lang onderzoek naar gedaan wordt, en in de jaren 70 was dat echt een soort innovatie, dat was wel een mathematisch model. Die zei, de attitude die mensen hebben ten opzichte van bijvoorbeeld een bepaald gedrag, is een functie van de som van het product van elke keer twee termen, namelijk de ingeschatte kans dat een gedrag een bepaald gevolg gaat hebben en de ingeschatte onwenselijkheid versus wenselijkheid van dat gevolg. En die termen kun je dan vermenigvuldigen en dan krijg je een som en daar komt een attitude uit die positief of negatief kan zijn en dat is een voorspeller van gedrag. Maar de meeste theorieën hebben niet dat model. Desondanks, in toegepast onderzoek wil je vaak wel weten hoe sterk een verband is. Bijvoorbeeld als je gedrag wil veranderen en je doet determinantenonderzoek, omdat je wil weten waar je je op moet richten om dat gedrag te verbeteren. Of als je onderzoek doet naar bepaalde therapieën bijvoorbeeld, of bepaalde aspecten van een therapie, dan wil je weten hoe effectief die zijn en dan wil je die ook kunnen vergelijken. En je wil kijken of er moderaties zijn waardoor die effectiever of minder effectief worden. En tot slot kan het zijn dat je een volledige interventie hebt of een volledige therapie die je wil evalueren. En dan is het ook altijd belangrijk om te weten hoe sterk die effect size is. Bij replicaties wordt ook vaak gekeken naar effect size. En het bleek hier, dat was een jaar geleden, nou nee, 2 jaar geleden al zie ik. 27 augustus 2015 werd het gepost. 100 psychologiebevindingen zijn gerepliceerd en die effect sizes waren een half zo sterk als van de oorspronkelijke studie. Dat is best veel, zeg maar. Dat maakt op beleidsniveau en praktische aanbevelingen niveau, maakt dat echt heel erg veel uit. Dus die effect sizes, die wil je goed schatten. Dus repliceerbaarheid is dat je conclusies robuust zijn over verschillende datasets. Dat gaat dus niet alleen over dat ze
robuust significant zijn. Dat ze elke keer wel significant zijn of elke keer niet significant. Het gaat ook over dat de verbanden, de sterkte van de verbanden, dus de effect sizes, vergelijkbaar zijn. Die effect sizes die heb je vervolgens nodig om kosteffectiviteit te berekenen van dingen, om de numbers needed for change te berekenen. Dat is een soort van metric gebaseerd op numbers needed to treat, maar dan toegepast op gedragsveranderingsonderzoek, die ik met Stefan, onze nieuwste collega, aan het publiceren ben, zeg maar. Wat een soort van half stapje is op weg naar kosteffectiviteit. En tot slot, als je determinantenonderzoek doet en je wil weten hoe relevant die determinanten ten opzichte van elkaar zijn, heb je ook die effect size nodig. Nou, we hebben dit benaderd vanuit de steekproevenverdeling van Cohen's D. Dus stel dat je een studie hebt naar een. Heb ik gewoon helemaal. Dat schud ik nu gewoon uit de losse pols. Hè? Maar stel dat je bijvoorbeeld een soort van. Een pop hebt. We noemen die de Bobo-pop bijvoorbeeld. En die Bobo-pop zetten we ergens in de kamer. En de kinderen laten we met die Bobo-pop spelen. Maar daarvoor laten we die kinderen naar een filmpje kijken. En in dat filmpje. Dat gaat of over iets ongerelateerds. Of ze zien hoe iemand die Bobo-pop. Fysiek misbruikt. En dan kijken we vervolgens, maakt het uit voor hoe agressief die kinderen naar die Bobo-doll toe zijn. Stel dat we weten in dit geval dat het echte effect een Cohen's D van toevallig precies een half is. Dit is een halve standaarddeviatieverschil. Als je dan een steekproef hebt van 2 keer 64 mensen, oftewel 128 mensen in totaal, dus precies wat je nodig hebt voor 80% power, om die effect size van 0.5 te vinden, dan is dit de steekproevenverdeling van Cohen's D. En dat betekent dat als je een studie doet, dan kun je geluk hebben en precies een effect size van 0.5 vinden. Maar die verdeling is best breed, zoals je ziet, dus je kan er ook naast zitten. En als je pech hebt, zit je er heel erg ver naast. Die steekproevenverdeling is, zoals jullie weten, een functie van de steekproefomvang. Dus als jij je steekproef groter maakt, dan wordt die smaller. En als je dan pech hebt, dan zit je nog steeds heel dicht in de buurt van de juiste schatting. Dus dat betekent dat als je van tevoren kunt bepalen hoe breed je die steekproefomvang wil hebben, kun je daarmee bepalen hoe accuraat je schatting gaat zijn van de effect size. Dus als je wil weten hoe effectief een interventie of een programma is, of hoe effectief een bepaalde psychologische manipulatie is, of hoe belangrijk variabelen ten opzichte van elkaar zijn, en je wil dat de resultaten van je studie niet gewoon min of meer arbitrair zijn en misschien alleen maar voor jouw steekproef opgaan, maar ook repliceren, en dat ze dus echt ook iets zeggen waar je wat aan hebt voor praktische aanbevelingen bijvoorbeeld, dan moet die steekproevenverdeling van de betreffende effect size, van je correlatie of je Cohen's D, dus voldoende nauw zijn. En het veld, zeg maar, die praktijk, heet accuracy and parameter estimation. En die accuracy and parameter estimation is dan dus een eis voor repliceerbaarheid van je studie. Dus dat betekent dat je daar je steekproefomvang voor moet gaan plannen. Nou, een handige manier om daarover na te denken is in termen van betrouwbaarheidsintervallen. Want zo'n betrouwbaarheidsinterval, wat die doet, is dat je gewoon een steekproevenverdeling genereert om een geobserveerde waarde heen. En dan vervolgens een bepaalde proportie van, die steekproevenverdeling pakt en die grenswaarde, dat is je betrouwbaarheidsinterval. Dus je doet eigenlijk net alsof de geobserveerde waarde die je hebt gevonden, alsof dat de populatiewaarde is. En dan doe je net alsof je de steekproevenverdeling waar je waarde eigenlijk uitkomt opstelt. En dat gebruik je om het betrouwbaarheidsinterval op te stellen. Dus als je het hebt over hoe accuraat je wilt dat je schattingen zijn, dan is het handig om dat te bespreken in termen van hoe breed jij wil dat je betrouwbaarheidsinterval maximaal is. Nou, daar hebben we een functie voor gemaakt die je daarbij helpt. Oh ja, bijvoorbeeld in dit geval zou je een betrouwbaarheidsinterval hebben met een breedte van 0.7, wat natuurlijk voor het meeste onderzoek niet acceptabel zou zijn. Want dat betekent dus inderdaad dat je zomaar heel ver, meer dan een standaarddeviatie, naast de populatiewaarde kan zitten. Als je meer mensen hebt, dan wordt het al veel smaller. En dan zit je nog maar een derde standaarddeviatie. Of dan zit je er niet naast, maar dan is de kans dat je er fors veel meer dan een derde standaarddeviatie naast zit, al een heel stuk lager. Dus, hoe doe je dat? Je installeert het package waar we dat in hebben gestopt, en dat heet User Friendly Science, daar hebben jullie misschien al eens een keer van gehoord. Dat laad je vervolgens in R. En dan gebruik je dit commando. Dus je zegt, ik wil weten hoeveel mensen ik nodig heb, ik wil een soort van powerberekening doen, voor het betrouwbaarheidsinterval van Cohen's D. En de Cohen's D die ik verwacht te vinden is 0.5. En ik wil dat dat betrouwbaarheidsinterval een margin of error, half breedte, heeft van 0.1. Dus dan krijg je een betrouwbaarheidsinterval wat in totaal 0.2 breed is. En dan geeft die functie de sample size die je nodig hebt. Je kunt ook daar een functie gebruiken, een gerelateerde functie, om het betrouwbaarheidsinterval voor een gegeven Cohen's D-waarde uit te rekenen. Die gebruikt dus ook die onderliggende steekproevenverdeling. En dan specificeer je de Cohen's D, de sample size, en daar kun je dan een plotje bij bestellen.
Nou, dan krijg je het betrouwbaarheidsinterval. In dit geval loopt dat van 0.16 tot 0.86. En je krijgt datzelfde plotje wat jullie net al zagen, krijg je er ook bij. Dus dat is heel erg handig als je studies plant, om na te denken over wat de gevolgen zijn van je steekproefomvang voor mogelijke schattingen en hoe accuraat die zijn. Wij hebben dit toegepast op de resultaten van een van de eerste reproduceerbaarheidsprojecten. Daar hebben we alle replicaties van studies gepakt met een twee-cel design. Dus gewoon hele simpele experimentjes met twee condities. En hebben gekeken hoe groot die betrouwbaarheidsintervallen van Cohen's D waren in elk van die studies. En die zijn hier geplot. Het is een beetje lastig te zien van een afstand, of als je op een klein scherm kijkt. Dus daarom heb ik even aangegeven wat een breedte van een Cohen's D van 1 is. En dat staat hier rood aangegeven. Dit is het gebied tussen Cohen's D van 0 en 1 in. Dus zoals je ziet, los van dat de schattingen, de puntschattingen op zich al heel erg uit elkaar lopen, zijn die breedtes van die betrouwbaarheidsintervallen ook heel erg groot. De meeste betrouwbaarheidsintervallen zijn een Cohen's D van 1 of in de buurt van 1 breed. Dat geldt zelfs voor een hoop van de replicaties, zoals je ziet. Nou, hier is dat nog een keer geplot, maar omdat je het wat makkelijker ziet. Daar is de breedte van het betrouwbaarheidsinterval van Cohen's D staat op de x-as. Op de y-as staan gewoon die twee types studies, dus de originele studies en de replicaties van die studies. En de kleur van die bolletjes geeft aan wat de steekproefomvang was. En daar zie je dus dat een hele hoop van die studies inderdaad een betrouwbaarheidsinterval hadden van 1 of meer. En geen enkele studie bijna minder dan een halve standaarddeviatie. We hebben ook naar het betrouwbaarheidsinterval gekeken van die breedtes van die betrouwbaarheidsintervallen. En die liep van 1 tot 1.34. Dus dat betekent dat die schattingen, die zijn gewoon super grof. Dus het is heel logisch dat die studies niet repliceren. Zelfs als elk van de originele studies klopt, verwacht je nog steeds dat je heel vaak geen significant resultaat meer vindt als je het repliceert. Want puur op basis van toeval is de kans gewoon groot dat je effect size die je krijgt opeens 0 is. Of veel groter. Oké, dus dat is één ding wat handig is om rekening mee te houden als je onderzoek doet waarbij je geïnteresseerd bent in een effect size. Ten tweede, als je een experiment doet, dan is het handig als die condities gelijk zijn. Dit startte met een studie of een artikel wat Stefan heeft geschreven. Dat heette oorspronkelijk randomization paranoia. En daarin legde hij uit waarom je nooit nulhypothese toetsen moet gebruiken om het verschil in baseline variabelen bij randomisatie te bekijken, omdat je nulhypothese sowieso al niet klopt, je hele toetsingsmodel klopt niet. Want je weet dat in de populatie geen verschil is tussen die variabelen, want mensen zijn random in die twee groepen ingedeeld. Dus je kunt het hele theoretisch kader van nulhypothese toetsing gaat niet op. Dus dat moet je op een andere manier doen. Maar ik was erover aan het nadenken, over die titel, en ik dacht eigenlijk, is het wel echt randomization paranoia? Is het wel echt zo dat als mensen zich zorgen maken over of randomisatie leidt tot gelijke groepen, dat dat een onredelijke zorg is. Dus toen zijn we erover na gaan denken. Toen hebben we eerst heel veel simulaties geschreven die heel erg lang draaiden, om gewoon te kijken wat er gebeurt als je gewoon een normaal verdeelde variabele met een gemiddelde van 0 pakt en je doet dat een paar keer, hoe vaak dan die groepen gelijk zijn. En op een gegeven moment realiseerden we ons dat het gewoon de steekproevenverdeling van Cohen's D is. Dus stel dat je een nuisance variabele hebt, dus een variabele die in de populatie niet verschilt, dan verwacht je dus dat in een gegeven experiment, waarbij je 100 mensen of 200 mensen, x mensen, verdeelt in twee groepen, dan verwacht je dus een verschil van 0 te vinden. Want die komen allemaal uit dezelfde populatie. Maar het verschil wat je vindt, komt natuurlijk uit die steekproevenverdeling van Cohen's D. Want puur door toeval ga je soms wel een verschil vinden. Dus met een steekproevenomvang van 128 mensen, is dit die steekproevenverdeling van Cohen's D. Nou, dat betekent dat je dus soms geluk kan hebben en inderdaad toevallig precies de populatiewaarde van geen verschil kunt aantreffen in je steekproef. Maar het kan ook zijn dat je een veel lagere of een veel hogere waarde vindt. En dan heb je een probleem. Want als die variabele dan een moderator is van bijvoorbeeld het effect van je interventie, dan is je validiteit getreatend, bedreigd. Nou, daar kun je natuurlijk mooie plotjes van maken. Dus dat hebben we gedaan voor één nuisance variabele. En dan zie je hier de kans op 95% kans op gelijke groepen voor verschillende effect sizes. Dus als jij zegt, de groepen mogen eigenlijk best wel veel verschillen. Ik ben bereid om een verschil tussen groepen van een halve standaarddeviatie van maximaal een halve standaarddeviatie te accepteren. Dan gaat het over die rode curve en dat rode vlakje daaronder. Dus dan zijn 63 mensen voldoende om 95% kans te hebben dat randomisatie leidt tot gelijke groepen.
als gelijkheid een Cohen's D van maximaal 0.5 is. Nou, je ziet dat als je een kleine effect size pakt, dus een Cohen's D van maximaal 0.2, dan heb je al 385 mensen nodig om 95% kans te hebben dat een gegeven randomisatie leidt tot twee equivalente groepen. Nou, dit was handig, bedachten we, want dan kun je dat allemaal uitrekenen. Maar in de praktijk heb je natuurlijk niet maar één nuisance variabele. Je hebt er in de praktijk veel meer. Je weet meestal niet hoeveel je er hebt. Dus we hebben dit gemaakt voor meer nuisance variabelen. Als je er 10 hebt, dan heb je duidelijk al wat meer mensen nodig. En als je er 100 hebt, heb je er nog veel meer nodig. Je ziet hierboven zie je de aantallen die je nodig hebt om 95% kans te hebben op gelijke groepen. Dus als jij met een kleine effect size 95% kans wil hebben op gelijke groepen, dus je definieert gelijkheid vrij rigide, je zegt de groepen mogen maximaal een vijfde standaard deviatie verschillen, dan zie je dat je al meer dan 1000 mensen nodig hebt. Want de gele curve die bereikt pas ver rechts van het scherm die 0.05. En je hebt al 200 mensen nodig met een deze 0.5. Nou, dit kun je ook uitrekenen in R. En die slides staan dus online en zo. En ik neem dit op, dus je kunt het allemaal terugzoeken mocht je dit ooit een keer nodig hebben. Dan specificeer je wat jij definieert als ongelijkheid in termen van D. Je specificeert hoe groot je wil dat de kans is dat je met een gegeven studie gelijke groepen hebt. En je specificeert het aantal nuisance variabelen, dus het aantal mogelijke variabelen waarvan je echt vindt dat ze gelijk moeten zijn. Wat je verwacht als laatste. En dan komt daar weer een getal uit. Je kunt ook kijken bij een gegeven experiment hoe groot de kans is dat randomisatie daar is geslaagd voor een van die experimenten uit zo'n theoretische serie. Dus dan specificeer je hoeveel deelnemers er waren, wat je geslaagde randomisatie vindt, dus bijvoorbeeld een Cohen's D van maximaal 0.2, en hoeveel nuisance variabelen je verwacht. En dan krijg je die kans rolt er dan uit. Dat hebben we ook weer toegepast op het replicatieproject. Je ziet hier dat de rondjes zijn de kansen op equivalentie of eigenlijk non-equivalentie. Voor als je vrij restrictief bent, als je zegt de groepen mogen maximaal de Cohen's D van 0.2 verschillen. En de driehoekjes zijn effect sizes van maximaal 0.5. En dan zie je dat die kansen op non-equivalente groepen voor 1, 10 en 100 nuisance variables. En voor elk van die studies, die originele studies en de replicatiestudies. En je ziet hier dat als je uitgaat van één nuisance variable, zelfs als je heel liberaal bent en je zegt, ik beschouw groepen pas als verschillend, als ze meer dan een halve standaard deviatie verschillen, dan is de kans dat je non-equivalente groepen hebt nog steeds redelijk groot. Dat is dus de linker kolom van elk van de twee grafieken. Want die driehoekjes die komen nog steeds best wel hoog. Er zijn best veel studies die in 25% van de keren geen equivalente groepen zullen bereiken. Nou, naarmate je het aantal nuisance variabelen verhoogt, wordt het natuurlijk steeds groter. Dat is op zich natuurlijk allemaal niet noodzakelijk goed nieuws. Het voordeel is van als je eenmaal dit allemaal uit gaat rekenen, is dat je power ook altijd heel erg hoog is. Als jij een studie doet met bijvoorbeeld 2 keer 1000 mensen, dan is zelfs met 1000 nuisance variables de kans dat je groepen equivalent zijn 85%. Dus de kans dat je validiteit wordt bedreigd zonder dat je dat weet is verwaarloosbaar. En de breedte van de schatting van je effect size, van het confidence interval van je effect size, is ook heel erg nauw. Die kun je dan met een breedte van 0.25 of dus met een kwart tot een derde standaard deviatie precies, kun je schatten hoe groot die effect size is. En je power is gewoon 100%. Zelfs met het nieuwe criterium van 0.005. Dus als je een onderzoek plant en je wil een hoge kans hebben dat de resultaten van het onderzoek repliceren, dan betekent dat dus dat je wil dat de schattingen van je effect sizes accuraat zijn. En dit is vooral belangrijk als je van die one-shot studies hebt. Voor fundamenteel onderzoek is dit minder belangrijk. Maar die one-shot studies, waarbij je bijvoorbeeld een interventie evalueert of een therapie evalueert, dus iets wat je niet nog 10 keer kan repliceren, dan is het heel erg belangrijk dat die groepen equivalent zijn, dat je validiteit in orde is. Dus in dat geval kun je daar dus gewoon voor plannen. Dus dat is belangrijk voor die one-shot studies, tenzij je in precisie niet zo erg vindt. Als je in precisie wel erg vindt, dan moet je dus misschien accepteren dat je best wel veel datapunten nodig hebt om precisie te bereiken. En
Tenzij confounders geen risico zijn voor je volatiliteit. En bij een confounder is dan niet gedefinieerd als een variabele die samenhangt met je afhankelijke variabelen. Maar vooral, in termen van volatiliteit, een variabele die wellicht het effect van je manipulatie modereert. Dan moet je misschien accepteren dat je veel datapunten nodig hebt. Nou, en die preprints en die uitleg van hoe je dat kunt doen, hoe je kunt berekenen hoeveel deelnemers je dan nodig hebt op datapunten, dat staat dus op die URL, mocht je dat willen bekijken. En dat was het eigenlijk. Dank jullie wel voor jullie aandacht.